Het is mooi, hè, Gerard, dat Arno Verschuren wordt toegezongen door het NAC publiek dat op de plek zit van de harde kern van Sparta. Ja. Moet niet gekker worden, maar ik denk dat de KNVB hier wat kriebels over krijgt, maar het is prachtig dat het nog kan. Ja, en dat is echt wel mooi aan deze familiedag, dat Spartanen en NAC supporters door elkaar lopen. Het is gemoedelijk, het is best wel druk, het is gezellig. Ja, er is al heel veel mensen rondom het stadion en ik denk dat het alleen maar meer gaat worden, want... Na de wedstrijd zullen de spelers de handtekeningen gaan verzorgen. Dus ja, de handtekeningjagers die zullen zich straks ook gaan melden. Maar er is een speciale band tussen de Sparta-supporters en de NAC-supporters. En dat komt hier bij elkaar, dat is prachtig. Is het voor jou nu momenteel net zo rustig als dat het lijkt voor de buitenwereld? Nee, het is voor mij niet rustig. Maar ik val in herhaling. Frank, ik zeg dat regelmatig in een voetbalbedrijf. Kun je net zo druk maken als je zelf wil. Ja. Maar op dit moment is het best wel hectisch, kan ik je zeggen. Toch hectisch, maar je snapt dat de buitenwereld er anders naar kijkt. Want er lijkt zo weinig te gebeuren rondom Sparta. Ja, maar ik denk dat het alleen maar goed is. Hè? Dat we niet alles op straat krijgen. Want dan kunnen we ons werk achter de schermen op een goede manier doen. Heel veel dingen spelen. Vaak gaat heel veel dingen ook niet door. En als we dan elke keer maar de onrust krijgen... omdat de zaken op straat komen, ja, dan hebben we daar alleen maar last van. En ik denk dat het ook aangeeft hoe de organisatie op dit moment in elkaar steekt en hoe we met elkaar werken. Dat alles lekker rustig blijft voor de buitenwacht. Laten we even beginnen over spelers die mogelijk gaan komen. Op welke posities willen jullie nog gaan versterken? Ik denk dat heel die supporters hier dat heel graag willen weten. Nou goed, we moeten eerst echt een uitgaande transfer maken. Als dat gaat gebeuren, dan zijn we nog aan het kijken om op de vleugels ons te versterken. Mito helaas gisteren verloren in de kwartfinale tegen Spanje. Voor ons, moet ik zeggen, was het niet zo, waren we er niet zo rouwig om. Wanneer komt hij terug? Hij is nu onderweg. En, dus dan heeft hij morgen een rustdag en dan kan hij maandag weer aansluiten. Het is wel belangrijk dat hij de komende week er weer is. Want dat kunnen we goed gebruiken. Vandaag hartstikke mooi gaat Ayoub Afkir gaat zijn basisdebuut maken in het eerste elftal van onze club. Maar in zo'n wedstrijd wil je eigenlijk ook graag Mito zien. Nu zag ik jou op de foto bij de Olympische Spelen in Parijs met Mito en met Saito. Is een eventuele nieuwe verhuur van Saito echt helemaal 0,0 uitgesloten? Heb je daar niet stiekem een beetje over gebabbeld? Ja, natuurlijk. Je bent altijd wel een beetje gekscherend naar elkaar. Eerst dan ze via de app en daarna kwam ik ze op het vliegveld tegen. De deur staat nog altijd open en hij mist Sparta. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Allemaal leuke mensen hier. Maar het is natuurlijk ook gewoon zakelijk. Hij heeft er niet zoveel over te zeggen, denk ik. Nee, ook dat. Ik weet dat City hem van de hand wil doen. Die willen een goede transfersom voor hem krijgen. Ja, ongeveer? Waar moeten we aan denken? Wat denk je? Nee, ja. 10 miljoen ongeveer, denk ik. Ja, dat zijn jouw woorden, maar dat is wel denk ik een beetje de waarde die hij vertegenwoordigt. Alleen dan moet je maar wel een partij krijgen die dat gaat betalen. En dat hebben wij niet in de hand. En laten we ons vooral gaan focussen op de jongens die wij onder ons beheer hebben. En daar de juiste transfersommen voor op tafel krijgen. Ik ga niet heel veel namen noemen. Ik wil er wel eentje noemen. Als mogelijke nieuwe vleugelspeler. Die hebben wij in de podcast al maanden geleden een keer genoemd. Bilo Uchik. Is dat reëel? Is dat concreet of niet? Nou ja, goed. Bilal is terug na zijn operatie. Die heeft gerevalideerd. Die is weer in training. Die heeft zelfs al wat minuten gemaakt. Die zijn we heel intensief aan het volgen. Want ja, ik heb toen ook niet gezegd dat ik het geen optie vond. Dat ik hem niet interessant vind. En dat vind ik dus. Ja, waarom dan? Waarom vind je hem interessant? Goed, dat is gewoon een jongen die heel veel vanuit zijn gevoel doet. Vanuit zijn actie doet. En niet altijd daarbij heel nadenkt in die zin van dat hij tactisch heel mooi voetbalt. Dus onvoorspelbaar in zijn acties. En dat is wel een speler die wij eventueel zouden willen toevoegen. Alleen daar is het nog veel te vroeg voor. We hebben meerdere opties. En we kijken wel heel scherp na het Volendamse. Dus ook naar hem. Om eventueel te kijken of dat zou kunnen worden. Wil je ook nog graag een rechtercentrale verdediger toevoegen aan de selectie? Nee, op dit moment niet. Geen linker?
Nee, want je zult vandaag zien dat Theo Quintero gaat starten als rechtercentrale verdediger. Dat heeft hij tegen Willem II ook heel goed gedaan. En daardoor krijgt hij vandaag ook weer de mogelijkheid. Uiteraard de concurrentie met Rick heeft hij daar mee te maken. En aan de linkerkant is de bezetting nog wat beter. Daar hebben we de drie. Maar het ziet er ook naar uit dat er eentje snel daar weg gaat vallen. En dat is Thijs Veldhuis. En dat is Thijs Veldhuis. Daar zitten we in de afrondende fase voor een... Verhuur naar Salernitana? Ja, dat klopt. Huur met een, ze noemen dat een obligation. Als je een aantal wedstrijden speelt, dat ze hem dan verplicht over moeten nemen. En ik denk dat het voor alle partijen goed is. Waarom? Omdat ik denk de concurrentie is daar van die naad. Vorig jaar heeft natuurlijk Mike op enig moment die concurrentie gewonnen. En het vertrouwen gekregen. En daardoor heeft Thijs minder gespeeld. Had het uiteraard heel goed gedaan. Ik denk dat van daaruit ook die belangstelling nu weer is gekomen uit Italië. En dat het voor alle partijen, wat ik zeg, het beste is dat hij nu wordt verhuurd met die optie erin. En dan weten we van Mike Eerthuizen dat zijn transfer naar Engeland niet door is gegaan, naar Birmingham City. Betekent dat dan ook dat hij hier het seizoen gaat afmaken? Ja, als het aan mij ligt wel. Zeg ook daarin nooit. Want er kunnen op een gegeven moment kan er een club komen die een dusdanig bedrag op tafel legt waar wij altijd in moeten gaan bewegen. Dus ik wil niks uitsluiten. Maar in principe zal Mike gewoon het volgende seizoen linkercentraal verdediger gaan spelen bij ons. Waarom komt Nick Olijn maar niet weg? Hij roept nu al anderhalf jaar dat hij zo ambitieus is. Dat hij een stapje hogerop niet heel vervelend zou vinden. Hij zit hier nog steeds. Waarom gaat hij niet weg? Waarom kan hij niet weg? Is die vraagprijs van 3 miljoen te hoog? Wat is het? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat hij de vorige keer een prima interview bij jullie heeft afgegeven. Hoe blij hij ook is met Sparta. En dat hij dat ook wel een beetje wil temperen. Die ambitie die hij een aantal keren heeft uitgesproken. En hij laat nu zien als onze aanvoerder wat leiderschap betekent. Hoe hij zijn verdediging aanstuurt. Kun je altijd heel mooi in de oefenwedstrijden zien. Heb je nog niet zoveel publiek. Dan kun je echt zien van hoe goed hij daar zich in heeft ontwikkeld. Maar waarom hij niet wegkomt. Ja, dat is een hele aparte markt in de spelersmarkt. En je moet maar net even dat het balletje gaat rollen. En dan kan in één keer Nick in die carousel meegetrokken worden. En dan kan het ook heel snel gaan. Maar kan ook niet gebeuren. En ik denk... Maar tot nu toe zijn er maar weinig clubs, of misschien wel bijna geen club, die zich voor hem gemeld heeft. Nou, dat weet je natuurlijk niet. Nee, dat weet ik niet, daarom vraag ik het ook. Ja, en daar ga ik niks over zeggen. Want dat zijn nou de dingen die we achter de schermen doen. En die we ook achter de schermen houden. Tenminste, als het aan ons ligt. Maar ja, dat is nu gewoon het gegeven. Nick, Sparta Rotterdam spelen. Als hij weg zou gaan, wordt dan Joris Schoonewald de eerste keeper? Komt er een vervanger? Ja, het kan op enig moment zijn dat Joris de eerste keeper gaat worden. Als wij geen adequate opvolger voor Nick kunnen vinden. Uiteraard zijn we daarin, net als bij andere spelers die goed in de markt liggen, wel bezig en bezig geweest. Hè? We hebben natuurlijk daarin al wat voorgesorteerd op een bepaalde positie. Julian Baas is daar één van, als je praat op middenveld. En dat doen we natuurlijk ook op de keeperspositie. Eigenlijk doen we dat op elke positie in het veld. Maar ja, jongens maken ook daarin keuzes. Dus het is een balanceeract om de juiste keuzes aan het eind van de dag te maken. Nu afgelopen woensdag was het, hè? Die oefenwedstrijd tegen de Griekse tegenstander. Zat Redouan El Yacoubi op de tribune? Zat hij daar gewoon lekker van de zon te genieten of speelt er wat meer? Ja, ik was er zelf niet bij, want ik was in Nantes. Dus ik zou bij God niet weten wat de reden was dat hij daar zat. Er speelt niks. Woont hij in Vlaardingen? Nee. Oh. Nee, hij woont in Utrecht. Nee, maar er speelt niks rondom hem. Ik kan me heel goed voorstellen dat Redouan... Sparta een dusdanig interessante club vindt, dat hij zo af en toe eens een oefenwedstrijdje van Sparta kan kijken. Misschien zie je er vandaag ook wel. Ja. Maar de eventuele liefde is niet per se wederzijds. Nee, maar goed, dan kan ik op heel veel spelers gaan reageren die bij ons een oefenwedstrijd komen kijken of in één keer in het stadion zitten. Nee. Duidelijk. Jurgen Matthijs, heb je wel meegesproken, toch? Een beetje geïnformeerd. Ja, we hebben een oriënterend gesprek gehad met Jurgen, of die ervoor open stond. En dat was al in de eerdere fase toen dat direct speelde met Bart. Vriends, of hij eventueel openstond voor Sparta. En hij had andere ambities om nog een keer in het buitenland een stap te zetten.
Duidelijk. Nog één dingetje wat je ooit een keertje bij ons in de podcast hebt gezegd. Toen heb je gezegd, we zijn bezig om samen te werken met een club uit de KKD. Is die samenwerking van de baan? Anders had het wel gehoord. Of speelt er nog wat? Hoe zit het? En kan je misschien iets meer over die club vertellen? Nou ja, goed. We zijn altijd wel bezig om... dat heb ik toen ook gezegd. Dat is de fase waarin we nu komen. Jongens die in Jong Sparta blijven hangen. En niet verder komen naar het eerste elftal. Omdat het gat gewoon te groot is. Kijk, Ayoub is... Prachtig dat hij vandaag speelt. Hij heeft een hele goede voorbereiding gehad. Echt een talent uit onze opleiding. Ik hoop dat zich doorzet en dat hij minuten gaat maken. Maar dat is niet altijd maar een gegeven. En daar lopen we nu al 2 jaar tegenaan. En wij willen dat veranderen. Alleen dat is niet zomaar van vandaag op morgen. Dus wij zijn ook op zoek naar partners. Hè. Misschien moet je niet te zwaar maken door het een samenwerkingsclub te maken. Maar partners die de kwaliteit zien van de speler. Die zien dat het niet meer goed is dat hij op tweede divisieniveau verder gaat spelen. Dat hij traint bij een eerste elftal op eredivisieniveau. Maar dat hij eigenlijk vlieguren moet maken op KKD-niveau. Maar het leek destijds best wel een beetje concreet. Maar iets te voorbarig misschien. Ja, we waren toen op dat moment wel in gesprek met een club. Maar ja, dat is niet geworden wat we er misschien van hadden gehoopt. Amen. Waar ga je kijken? Ga je nou lekker achterover zitten naar deze wedstrijd kijken? Of ben je altijd bezig? Nou, dat is, mensen mogen ook aan deze kant van het stadion zitten. En vorig jaar was mijn plekje vergeven. Toen dacht ik van nou, dan kan ik 2 dingen doen. Of ik kan daar even heel streng zijn. En ik ben... Technisch directeur, ja. Enzovoort, enzovoort. Maar dat heb ik maar niet gedaan. Toen heb ik met Manfred een leuk ander plekje. Oh nee, Manfred zei van Gerard, we gaan ergens anders zitten. Dat was het. Nu herinner ik me het weer. Nee, de open dag is voor iedereen. Hè? Dus als ze een keer op onze stoelen willen zitten... Altijd doen en wij zoeken een ander plekje op.